Hoera, hoera! Circus Renz is gered door het toedoen van een gulle investeerder. Maar of er nog genoeg overblijft van ons oud-Hollands circus, dat gaan we zien. Een jaar geleden stond ik aan het randje van de afgrond. Toen dacht ik bij mij, mijn hele wereld is ingestort. En precies een jaar geleden krijg ik eigenlijk de wedergeboorte van Herman Renz. Ja, mooier kan het niet worden. Ja, het is volgens mij echt een heel pittig jaar geweest. Bijna uw huwelijk gekost, of niet? Ja, echt waar. Verleden jaar om dit tijdstip ging het eigenlijk om, blijven we bij elkaar of niet? En eigenlijk toen René Duursma in beeld kwam, toen viel er een last van de schouders af. En bent u dan zelf een circofiel of ziet u er echt een businessmodel in? Nee, ik zie er een businessmodel in. Wil niet zeggen dat nou dat ik ermee bezig ben, ik er wel heel veel passie voor heb. Maar dat ik het zo leuk zou vinden, nee, dat had ik van tevoren niet verwacht. Het is niet meer het circus zoals het was, hè? De dieren zijn weg. Ja, dat vind ik heel erg, want ja, ik ben een echte circusman. Ik ben geboren en getogen in het circus en daar horen dieren bij. Sinds die wet van kracht is, is het publiek is gewoon gehalveerd. De dieren mogen niet meer. Hebben ze daarom een paardenmasker opgetrokken? Ja, daarom hebben we ons eigen paard ingehuurd, dus dat is helemaal ons alternatief. Milko is een fantastische clown, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, toen wij dan 3 maanden na het faillissement met elkaar in contact kwamen, ja, toen was Milko wel een wrak en deze man die flirt gewoon weer. In ieder geval uw huwelijk gered, we gaan niet meer de polsjes doorknagen. Nee, zeker niet. Dat was een jaar geleden en dat heb ik achterwege gelaten en daar ben ik heel blij om, want ja, ik sta nu hier met de tweede kans. U kunt weer de clown uit. Ik kan de clown uithangen. Yeah.